Paarden die een wagen trekken zijn langzamerhand zeer ongewone verschijningen geworden op onze wegen. Maar automobielen in een manege zijn ook iets heel bijzonders. Net zo bijzonder als het beroep is van de man die hier zijn auto tussen de paarden zet. Hij is namelijk hoefsmid. Vroeger was er op ieder dorp één. Maar nu zijn er nog maar zo weinig over dat het voor de meeste paarden te ver is om naar de smid te gaan. Daarom komt de smid nu maar per auto naar de paarden. Het paard kan niet tussen balken gezet worden zoals vroeger. Maar de smid is even behendig als zijn voorgangers bij het verwijderen van het oude hoefijzer. Bij de veeartsenijkundige dienst in Utrecht worden nog steeds hoefsmeden opgeleid. Dat geschiedt in de hoefsmederij van de afdeling hoef- en klauwkunde. Na een cursus van 30 dagen worden hier goede vaklieden afgeleverd. In de smederij leert men hoe het hoefijzer aangepast kan worden aan de hoef van het paard. Afwijkingen in de hoef kunnen worden opgevangen door een andere vorm van het hoefijzer. En dan is er nog ijzeren schroeisel voor grote trekpaarden en kleine ponies. Als het ijzer gesmeed is, wordt het enigszins afgekoeld in water en vervolgens onder de natuurlijke hoef van het paard geschroeid, zodat het goed aansluit. De reizende hoefsmid is veel beperkter in zijn mogelijkheden. Hij bevestigt de tevoren gerichte ijzers koud aan de paardenhoeven. Wanneer hij zijn bezoek aan de manege brengt, voorziet hij op één dag zoveel mogelijk paarden van nieuwe ijzers. Paarden zijn ouderwets, zeggen we. Ze zijn onhandig. En de smid in zijn auto heeft de snelheid verkozen boven de ongewisse rit te paard. Alles wordt nu eenmaal steeds beter. Toch is het heerlijk om op een paard te merken hoe vol harmonie de natuur nog altijd is als we de auto's achter ons laten.